Goedemiddag, Ella van Kerkhoven, laureate van topscorer van de Super League met 24 goals. Wat doet dat voor jou? Wat doet dat? Ik denk dat altijd gewoon een mooi beeld geeft van wat wij maken en van wat wij creëren als ploeg tezamen. Wat doet dat bij mij? Dat maakt mij heel blij om topschutter te zijn van deze reeks en zeker van als Anderlecht zijnde is dat mooi. Ja, had je dit zelf verwacht? Ik was vorig jaar ook topschutter, dus ik ging niet onderdoen, zelfs niet voor mezelf. Wat dat wel gebeurd is, spijtig genoeg. Maar ik denk dat het deze jaar toch moeilijker was dan vorig jaar. Amber Maximus heeft daar een grote rol in gespeeld. Zij is dan gekwetst gevallen, wat dat sowieso niet leuk is. En dat heeft er inderdaad voor gezorgd dat het voor mij iets makkelijker was dan. Maar ik denk, moest ze mee hebben gedaan, dat nek aan nek was geweest en dat het zeker een mooie strijd was geweest. Je hebt als goalgetter jezelf op de kaart gezet. Longt het buitenland? Goh, lonken. Ik ben sowieso wel geïnteresseerd. Ik heb de ambitie wel om naar het buitenland te gaan. Maar wanneer dat zal gebeuren en hoe dat zal gebeuren, is voor het moment nog niet duidelijk. Ik denk dat ik ook gewoon twee voetjes op de grond moet blijven staan en zien wat dat de toekomst brengt. En dan komt dat wel in orde. Mogen we eventueel nog weten welk land je voorkeur heeft? Eigenlijk, ze hebben mij dat nogal gevraagd. Ik heb eigenlijk echt geen voorkeur van welk land. Als ik zou mogen kiezen, dan kies ik voor de zon. Overal waar ik naartoe ga. Maar stel dat dat niet zo is en stel dat dat een club is die ik weet niet hoe goed is, dan ga ik dat zeker niet afslagen, ook al schijnt de zon daar niet.